Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Weinig of geen bewolking boven Nederland en in de ochtend blijft dat ook wel zo. Misschien dat er in de middag lokaal een stapelwolk gaat ontstaan, maar dat stelt allemaal niet veel voor. Vanochtend dus sowieso zonnig weer, vrijwel geen wind uit uiteenlopende richtingen en temperaturen al heel snel dik boven de 20 graden. En vanmiddag stijgt het kwik verder, op de meeste plaatsen tot 30 graden en meer, maximaal 33 in het oosten. Hier en daar een stapelwolk, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog, weinig wind en nog altijd uit uiteenlopende richtingen. Ook vanavond hoge temperaturen met flinke opklaringen en zonneschijn tot die ondergaat. Het blijft heel lang ruim boven de 25 graden en ook vannacht is het zeer zacht. Dan morgen opnieuw een tropendag met 30 tot 34 graden zon en stapelwolken. Kleine kans op een onweersbui in het oosten van het land. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Ietsjes meer wind, vooral in de kustgebieden. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot vrijdag oplopende temperaturen naar zelfs 35 graden. Lokale warmte-onweer, meer onweersbuien op de zaterdag. En dan gaat de temperatuur iets omlaag en komen we onder de 30 graden uit. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.